Ja. De eerste gym badge is binnen, jongens. Ik ga iets doen wat ik nooit had verwacht. Wooloo gaat uit mijn team voor Stuffle. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Pokémon Sword Nuzlocke Challenge. Ik vind het super tof om te zien dat jullie allemaal naar deze Nuzlocke Challenge kijken in Pokémon Sword. We gaan lekker, we gaan hard en we moeten het nu tegen Hoppie op gaan nemen. En Hoppie begint volgens mij met zijn Wooloetje, toch? Ja hoor. Hallo Wooloo. Oh jongens, wij hebben Wooloo net uit ons team gedaan. Laat even weten in de reacties of je dat goed vindt of niet. We hebben er een Stuffle voor in de plek. Ik denk dat de Stuffle wel nice is. Ja, maar Wooloo heeft wel een speciaal plekje in mijn hart. Ja, dat zal altijd zo blijven. En ondertussen hebben we natuurlijk ook gewoon een goede Diggersby. Ja, met een hele goede defense. En dat is lekker, want dat wil je hebben in een Nuzlocke Challenge. Dat je Pokémon niet gewoneshot worden. Dat ze niet opeens kapot zijn, zoals met Nickit had kunnen gaan gebeuren. Bij Diggersby ben ik daar niet zo heel erg bang voor, tenzij een Pokémon opeens een wateraanval heeft of zo. Diggersby gaat nu naar level 21 en kijk die stats. Die stats zijn wel echt sick. Vooral de defense is heel lekker en hij is ook lekker snel. En Thwacky! Hoppakee! Ja, bij Thwacky is de attack heel hoog. Die is al 53. Hij wil nu knock-off leren. Ik denk dat we dat sowieso in plaats van Scratch kunnen gaan doen. En dan nu een Drizzle. En dat is inderdaad die water-Pokémon. Ja, die moet ik wel pakken met Thwacky. De battle van de evoluties van de starter-Pokémon. Wij zijn inmiddels al 3 leveltjes hoger dan de Drizzle. Dus ja, dit is geen enkel probleem voor mijn Thwacky. En hoppakee. Meowth, Stunky en Slowpoke gaan allemaal een leveltje omhoog. Dan nu Corviswire. Ja, daar heb ik nog steeds niet een hele goede Pokémon tegen. Daar moet ik nog even iets op zien te vinden, denk ik. Corviswire gaat voor Pack. Ik ga voor Confusion. Maar ik kan misschien beter een Physical Attack doen. Die zijn beter met mijn Slowpoke. Dus laten we even voor een Headbutt gaan. Even kijken wat dat doet. Ja, dat doet wel wat meer damage. Corviswire begint nog steeds lekker te plukken. Nou, dan begin ik lekker nog verder kopstoten te geven. Critical hitje erbovenop. Lekker! Oh, en dat was hem alweer. Hoppie is alweer klaar. Nou, ben ik benieuwd of we nu op een nieuwe route uitkomen waar we dus een nieuwe Pokémon mogen gaan vangen. Of dat dit een oude route is. Dat dit gewoon de route 5 is volgens mij. We gaan het zien. We gaan even kijken. Ik zie sowieso hier een Eldegoss langs vliegen. Nee, dit is nog steeds dezelfde route zo te zien. Dus hier mogen we niks vangen. Beetje jammer jongens. Beetje jammer. Oké, een Cherubi. Dat is niet heel erg handig tegen mijn Diggersby. Kom maar even terug, Diggersby. Ik verwacht niet dat Cherubi in één keer super sterk is. Maar je weet het niet. Kijk, Leafage, die had wel even super effectief geweest op Diggersby natuurlijk. Ja, en dat moeten we niet hebben. Let's go, Stunky! Ik begin wel van Stunky te houden. Ik heb wel echt lelijke Pokémon in mijn team eigenlijk, hè? Die Diggersby is niet de knapste. Stunky die evolueert straks ook in een hele lelijke Pokémon. Terwijl Stunky ook niet de allermooiste is. Ja, het is niet het beauty team. Ik zou hier geen beauty vlogs mee gaan doen met dit teampie. Dan moeten we nu tegen een Woobat. En dan kunnen we knock-off eens even gaan testen van Thwacky. Eens even kijken. Oh. Oh. Ja. Ja. Lekker Dark-type movie hoor. Pakken we hier even een Pokéball op. 3 special attacks. En dan staat hier nog een trainer waar we XP kunnen harken. En die begint met een Krogunk. Daar hebben we eigenlijk Slowpoke voor nodig. Ik krijg nu een Poison Sting. En ik ben poisoned. Oké, je wil zo gaan doen? Ik dacht het nog even snel makkelijk te fixen, jongens. Maar er moet toch echt even een super potion op. Dan krijg ik een klap met modder. Hou eens even op, joh. Ik mis nu ook. Oh my gosh. Word ik straks gewoon gesloopt door deze Krogunk? Ik denk het toch even niet, hè? Je gaat niet met een Slowpoke kapot maken, jongen. Hier, Confusion op je bakkes. Deze gaat jou zoveel pijn doen. Lekker hoor. Ja, dat is 4 keer super effective tegen Krogunk. Dus dat gaat hij sowieso nooit overleven. En dan zijn we in de stad met mijn favoriete liedje op de achtergrond. Hulberry! En hier staat de gym van Nessa natuurlijk. En ook Chairman Rose en Betty staan hier samen met Oleana. Ja, we focussen niet op de story in deze Nuzlocke Challenge. Dus dit skippen we even keihard. Want het leuke is dat we in deze stad ook een nieuwe Pokémon kunnen gaan vangen. En dat is een water-Pokémon. En dat doe je hier door hier te vissen. En je zou bijvoorbeeld een Chinchu kunnen vangen hier. En dat zou wel lekker zijn, want dan kennen we ook Electric-type moves. Die kunnen we misschien wel in het team doen. Dus ik moet nu kiezen uit 4 plekjes. Oké, ik ga voor dit plekje. Dit ziet er mooi uit. Let's go. Even vissen. We mogen alleen de eerste Pokémon vangen die we zien op deze route. En de eerste Pokémon is... Ja! Het is ook echt een Chinchu. Oké. Dit is interessant. Dan moet ik hem niet in één keer kapot maken. Nou ja, ik mis hem ook. Dus ik ga hem sowieso niet kapot maken. Kom op, Thwacky. Kom op, dubbel hit. Maar niet te hard. Ja, oké, dit is netjes. Dit is netjes. Ja, de grote vraag is alleen... Is een Chinchu wel echt goed genoeg voor dit team om hem erbij te pakken?
Ik weet het niet zo goed. We gaan hem proberen te vangen in 3. Ja. Ja, lekker. Nou, we hebben in ieder geval de keuze of we hem in ons team gaan doen. Ik wil hem eigenlijk best wel graag in mijn team doen. Maar ik weet totaal niet wie ik eruit moet halen. Misschien moet ik het gewoon nog even niet doen of zo. Misschien moet Chinchu gewoon nog even op de reservebank. Het is vooral handig tegen flying types natuurlijk. Want daar heb ik nog geen goede counter tegen. Maar hoeveel flying types ga ik tegenkomen? Laat het weten in de reacties wat jullie vinden. Of ik deze in mijn team moet doen, ja of nee. En voor wie? Yo, Nessa. Ik wil even die battle met je doen, Nessa. Mag dat? Ik heb natuurlijk gekozen voor Thwacky als starter. Dus eigenlijk mag ik hier niet heel veel problemen krijgen. We laten Chinchu even voor wat het is. We hebben gewoon alle XP nodig voor de Pokémon die we aan het trainen zijn. En ja, daar hoort Chinchu nog even niet bij. Ik weet niet of ik hier verstandig ga doen. Maar Thwacky moet dit ook allemaal wel op kunnen lossen, denk ik. Daar gaan we. Nessa's gym. Met de eerste battle. Hallo Julia. Ik heb hier één Razor Leaf voor u. Alsjeblieft. Die krijgt u van mij cadeau. Gratis en voor niks. En dan hebben we hier de tweelingzus van Julia. Nou, Crabber, ook jij krijgt van mij een Razorleaf voor kerstmis. Ik geloof dat je daar niet heel blij mee bent, maar dat boeit me echt helemaal niks. Doei, Crabber. En dan de volgende, een Corphish. Ja, ik wandel hier wel aardig doorheen, hoor. Met mijn Thwacky, moet ik zeggen. Maar ja, aan de andere kant, je weet nooit wat er in de finale gaat gebeuren, hè. Want daar zijn straks best wel snelle Pokémon. Waaronder een Arumada, volgens mij heet hij zo. Die gekke nieuwe vis uit Pokémon Sword and Shield. Hallo, drielingzus van Heather en Julia. Hoi, Lynn. Met een Ramirady. Ik weet nog wel dat ik best veel plezier heb beleefd een keer aan Octillery in zo'n run. Ik heb op twitch.tv/Rickachu namelijk ook een Nuzlocke run gedaan, die dus fout ging bij Togekiss. En daar had ik volgens mij een Octillery en die was best wel nice. Wat heb je nog meer? Een Tootle. Oh, en die missen we. Oh nee, en dan mag hij me bijten. Hey, doe eens even niet. Doe eens even aardig. En wil jij gewoon eens even die Tootle raken, alsjeblieft, Thwacky? Dank u wel. We kunnen naar Nessa, jongens. Geef ik nog even een potion, gewoon voor die 9 HP. Oh, het was 12 HP. 12 HP voor Thwacky! En daar gaan we, jongens. Nessa. En als dit lukt, dan laat dit ook gelijk zien dat we voor watertype Pokémon in ieder geval niet Chinchu nodig hebben. Alleen voor die Flying-type Pokémon zou het handig zijn. Maar daar is Nessa, jongens. Hallo. We gaan gewoon battelen tegen Goldientje. En afwachten welke kant het op gaat. Als het helemaal fout gaat met Thwacky, dan hebben we in ieder geval nog de fighting moves strakjes van Stuffle om tegen Dreadnought te bikkelen. Maar dit gaat in ieder geval echt heel lekker. Woo! Geen extra training nodig gehad voor de Goldien van Nessa. En de volgende is Arokuda. Ja, deze Pokémon bedoelde ik. Deze Pokémon is kapot snel volgens mij. Die jaagt als een torpedo gewoon door het water. En ik ben benieuwd wat voor moves die heeft. Oh, hij is niet sneller dan ik, maar ik mis hem wel. Ja, dit is wel jammer. Nu krijg ik dus wel wat damage. Dit was niet nodig. Als ik hem gewoon had geraakt met mijn Razorleaf. Ja, Razorleaf is altijd wel toch een risicootje. Omdat hij volgens mij 90 of 95 accuracy hebt. Dus je mist altijd wel een keertje. Oké. En dan nu al, de grote finale, Dreadnought. Natuurlijk ga ik niet switchen, want mijn Grass-type move is 4 keer super effective tegen Dreadnought. Nou ben ik benieuwd of ik sneller ben. Ja, Thwacky is gewoon wel sneller dan Dreadnought, dus dit is lekker. Ja, dit mag geen problemen opleveren, jongens. Die tweede badge ligt echt binnen handbereik. Ik kan hem al pakken, ik kan hem al pakken. Maar het belangrijkste is dat Thwacky niet doodgaat. Als Thwacky doodgaat... Nou, dat zou wel echt een probleem zijn voor deze Nuzlocke Challenge. Nou, wij mogen eerst met Max Overgrowth. Het zou zomaar kunnen dat hij in één keer kapot gaat nu, hè. Het zou zomaar kunnen. Ja, man. Ik voel me gangster. Daar gaat hij hoor. En Thwacky, leveltje 26 alweer. Zo bijna Rillaboom, jongens. Ah, nog niet helemaal bijna, maar voor het idee. Yay, Nessa. Sorry, Nessa. Maar zo gaat het. Ja, Grass-type Pokémon zijn een probleem voor jou. En de tweede badge, de Water badge, is nu ook binnen nadat we de Grass badge hebben gehaald. Lekker dit. Ja, dan moeten we van Oleana nog even naar Chairman Rose zijn feestje. Yo, Matty, heb je sushi? Ik zie geen sushi op tafel, vriend. Waar is de sushi? Nou, ik ben weer weg. Hij had geen sushi. Het is belangrijk om deze markt nooit over te slaan. Want bij deze mevrouw kan je hele goede items kopen. Namelijk incense. Want deze boosten bepaalde type moves. Bijvoorbeeld de Rose Incense. Die boost grass type moves. Nou, ik heb al iets wat grass type moves boost. Dus die heb ik niet nodig. Maar de Odd Incense. Die boost psychic type moves. Dus deze is goed voor Slowpoke. En de Lax Incense. Die zorgt ervoor dat je soms gemist wordt door je tegenstanders. Dus daar neem ik er nu ook een paar van mee. De Odd Incense geven aan Slowpoke. En de
Relax Incense geven we aan de andere Pokémon die nog geen item hadden. En als we dan deze grot ingaan, dan kunnen we daar weer een nieuwe Pokémon gaan vangen. Dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. Zie ik je daar. Of gewoon, zoals altijd, bij de volgende video. Mazzel!